ik had er nog even een vraag over het vlees minderen, wat u noemde, waar u een vraag over stelde. Hoe ziet u dat voor zich, dat de overheid dat dan gaat doen? Moeten we dan een vleesverbod komen of een vleesconsumptieverbod? Of hoe ziet u dat zelf? Mevrouw Teunissen. Nou, een van de zeer effectieve maatregelen is de BTW op vlees verhogen. En dat wordt nu Europees, in Europees verband kan dat ook gebeuren. Dus dat zou een van de maatregelen zijn. En daarnaast zou je natuurlijk ook andere manieren de vleesconsumptie kunnen verminderen. Ook bijvoorbeeld door het aantal dieren te verminderen. Mevrouw van der Plas. Maar gaat de Partij van de Dieren er dan vanuit dat er een hek om Nederland heen staat? We halen hier de dieren weg en dan hebben wij hier minder vleesproductie en dan komt het ook niet meer binnen. Voorzitter. Dat is natuurlijk een hele rare illusie. We hebben scheepvaart, we hebben vliegtuigen en er komt gewoon vlees hier naartoe. Uit andere landen die veel minder duurzaam produceren dan wij. Mevrouw Teunissen. Ja, voorzitter, dus dat moeten we vooral aan de vraagkant gaan aanpakken. Dat er minder vraag komt naar vlees. Hoe doe je dat? Nou, een van de zaken waardoor er nu heel veel vraag is naar vlees is omdat vlees heel goedkoop is en plantaardige eiwitten, plantaardige alternatieven zijn heel duur. Dus als je dat met de BTW bijvoorbeeld aanpast, dan zul je zien dat de vraag naar gezonde producten en naar plantaardige producten toeneemt. En daarnaast hebben we natuurlijk nog die eindeloze vrijblijvende landbouwsubsidies uit de EU, die er nu voor zorgen dat eigenlijk de vleesproductie in Europa wordt gewoon gesubsidieerd. En dat zorgt er ook voor dat het vlees zo goedkoop is. Dus als we daar nou eens mee stoppen en als we nou die landbouwsubsidies ombuigen naar de plantaardige transitie, naar duurzame landbouw, dan zult u zien dat ook de vleesconsumptie daarmee afneemt. Mevrouw van der Plas. Twee dingen. Dus u gaat mensen in Kanaleneiland Utrecht of de Rivierenwijk Deventer of Bos en Lommer Amsterdam, die nu eigenlijk elk dubbeltje aan moeten omdraaien om te kijken of ze überhaupt wel voedsel kunnen kopen of hun kinderen met een ontbijt de deur uitgaan. Daarvoor wilt u het vlees waarvan zij blij zijn dat zij dat betaalbaar kunnen kopen. Die gaat u dat ontzeggen. U wil dat graag hoger hebben, zodat die mensen nog minder vlees gaan kopen. Want de mensen die geld genoeg hebben, die maakt er volgens mij niet eens zoveel uit of een biefstukje nu, €8 kost, of hij kost €9, dat maakt die mensen niet zoveel uit. Maar dat zijn dus de mensen die u gaat raken met de btw-verhoging. Mevrouw Teunissen. Nee, voorzitter. Maar ik heb het antwoord eigenlijk al gegeven, maar mevrouw van der Plas wil volgens mij niet luisteren. Wat ik heb gezegd is, de Partij voor de Dieren is voor een vergroening van het belastingstelsel. Dat betekent dat gezonde producten, producten die minder beslag leggen op de aarde, dat hebben we hard nodig, die maatregelen, minder beslag leggen op de aarde, die gaan we goedkoper maken. Dus mensen met een kleine beurs, die worden helemaal niet geraakt. Mijn punt is dat vlees momenteel nu veel te goedkoop is vergeleken met de schade die de vleesproductie aanbrengt. En uiteindelijk betalen we daar ook allemaal voor, ook de armste mensen. Want wij moeten het allemaal oplossen. Wij moeten dat hele mestprobleem hier in Nederland oplossen. Stikstofprobleem, weet u wat dat kost? Dat kost miljarden. En daar zadelen we ook die arme mensen mee op. Dus ook in het belang van mensen met een laag inkomen, maar ook in het belang van de boeren, is het belangrijk dat vlees goedkoper wordt. En ik vind het echt onbegrijpelijk dat mevrouw van der Plas, ja, voorzitter, met alle respect, maar toch een vrij kortzichtig visie heeft op dat gebied. Want als je op de lange termijn kijkt, is het echt voor iedereen beter. Voor de aarde, voor de boeren, voor de dieren, als we omschakelen naar meer plantaardig. Mevrouw van der Plas, tot slot. Nou, u legt mijn visie uit. Ik stel u alleen maar een vraag. Of u het vlees duurder gaat maken voor de mensen met een krappe portemonnee. En vervolgens dan legt u mijn visie neer, wat helemaal mijn visie niet is. Dat was gewoon slechts een vraag. Maar ik ben wel blij dat ik u nu hoor zeggen, of dat ik mevrouw Teunis nu hoor zeggen, dat ze dus niet meer voor de vleestaks gaan. Dat heb ik u wel horen zeggen. U gaat voor om plantaardig product goedkoop te maken en niet voor vlees duurder te maken. Dus dat vind ik heel goed nieuws. Mevrouw Teunissen. Ja, voorzitter, mevrouw van der Plas, ik zou het willen, maar ze heeft toch echt niet goed geluisterd. Ik heb gezegd, we zijn voor vergroening van het belastingstelsel. Dat betekent wel degelijk dat we vlees duurder gaan maken, maar dat betekent dat andere producten veel goedkoper worden. Dus per saldo gaan mensen daar niet op achteruit. U vervolgt, voorzitter. U betaald.